dat je kan krijgen in Veldritland. We zitten in Gaveren voor een klassieker van je welste, de 46e editie. Absoluut, geen jeugd gereden, dus maar het is nu al eigenlijk, het parcours zou daarbij nog niet 100%. Elin Alvarado, we zagen je tijdens de verkenning na een paar modderstroken wat takken uit je fiets halen en zo. Hoe ligt het erbij? Ja, heel modderig, het is echt zwaar. Alles blijft plakken aan je fiets en als je niet snel genoeg wisselt, ja, tijdens de verkenning wissel je niet echt, dan hangt alles vol en dan moet je het eruit vissen. Puk Pietersen, na Antwerpen zei je, ik heb wel afgezien en nu heb je verkend. Wat denk je dat het vandaag wordt? Want het ligt er ook wel heel zwaar bij. Ik vrees dat het nog meer afzien wordt vandaag. Is het overal bereikbaar of gaat het toch ook lopen worden? Op dit moment zijn er nog best wel wat klimmetjes bereikbaar. Maar ik merk gewoon nu al vanaf, ja, ik heb nu 2 rondes gedaan. De tweede ronde lagen er al zoveel extra sporen dat het eigenlijk al bijna niet meer te doen was. Dus ik denk dat het een beetje zoals vorig jaar gaat zijn qua bereikbaarheid. Dus het zal, ik denk dat ieder klimmetje wel voornamelijk rennen zal zijn. We zagen je rondrijden met een GoPro, een bodycam. Is dat om die beelden straks nog eens te bekijken in de camper? Ja, zeker. Gewoon voor jezelf een beetje te analyseren. Er is niet heel veel veranderd met vorig jaar. Dus ik kon die van vorig jaar ook nog gebruiken. Maar goed om op bepaalde lijnen nog even na te kijken. Wordt vandaag de dag dat die reeks van Fem van Empel stopt? Ik hoop het. we gaan het zien. Ik denk dat vandaag echt wel een parcours is waar als je sterk bent, dat je echt wel komt bovendrijven. Het zal een eerlijke strijd worden, denk ik. Je hebt natuurlijk die leiderstrui in dat wereldklassement in handen. Is dat waar je naar kijkt vandaag, een race in de race, of is het toch gewoon voor de zegen? Ja, je wil natuurlijk sowieso eerst voor de eindzegen proberen gaan en dat staat bovenaan. En als je wint of als je tweede wordt, dan is dat natuurlijk sowieso al goed. Hè? En dan volgen de punten vanzelf wel. Dus het is sowieso altijd wel een strijd in een strijd, maar een zegen op de dag zelf staat sowieso bovenaan. Nog heel even terug naar dat ene beeld in dat interview, Paul. Céline Alvarado die takken vanuit het achterwiel haalt. Wordt dit een aanslag op het materiaal vandaag? En rechts nog wat takjes liggen. En die zouden wel eens voor problemen kunnen zorgen. Dan zijn er natuurlijk ook de steentjes en de borduurtjes die dat we jaarlijks, de boosdoeners zijn. Lucinda Brand, je bent er dichter en dichter bij. Heb je onder de kerstboom nu de manier gevonden om Fem van Empel te kloppen? Nee, ik heb niet onder de kerstboom gelegen en gewoon bij mezelf blijven is denk ik het allerbelangrijkste. De cross in Gaveren, die ligt je natuurlijk wel hier al een aantal keer gewonnen. Zwaar parcours, wat is het gevoel dan? Ik kijk altijd heel erg uit om hier naartoe te gaan. Eigenlijk ligt het altijd wel blubberig, lastig, zwaar. Dus het is een mooie combi waar ik altijd wel zin in heb. Je hebt het nu verkend, gaat er veel gelopen moeten worden? Ja, dat denk ik wel. Het heeft veel geregend de afgelopen tijd, maar nu is het droog. En dat maakt blubber eigenlijk alleen maar zwaarder, want dan begint het langzaam wat in te dikken, maar wel op een manier dat je er niet doorheen kan. Dus de beroemde klim zal zeker niet helemaal gefietst kunnen worden door ons. En veel publiek ook, dat kan je ook een duwtje in de rug geven. Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat ze weer net als de afgelopen koers vol achter ons gaan staan. En dan geeft ons dat zeker een paar extra procentjes. Dankjewel, succes. Dank je. Fem van Empel, we zien een klein beetje modderen op je mooie witte trui. Een kleine schuiver gemaakt tijdens de verkenning? Klopt. In die afdaling. Ik ben wel een beetje lelijk terechtgekomen op mijn verkeerde knie. Maar ik hoop dat alleszins meevalt. Heb je er last van? Ik merk wel dat ik erop gevallen ben. Maar het zal daar even kijken zijn hoe die eruit ziet. Maar voorlopig valt nog mee. Ja, het parcours in Gaveren is altijd goed voor jou. Ja, epische strijd is modderig. Is dat iets wat jij eigenlijk van houdt of ben je meer van de snelle crossen? Je hebt natuurlijk moddercrossen en extreme omstandigheden. De ondergrond schuift vooral heel erg hard en het is heel lastig om grip te vinden. Het gras is zo goed als allemaal bijna weggereden. En het zal daar alleen nog maar slechter worden naarmate de mannen daar ook nog over fietsen. Dus ik verwacht gewoon een heel loodzwaar parcours. Iedereen verwacht bijna die 12 op 12, maar hoe kijk je daar zelf naar?
Zou mooi zijn natuurlijk. Het is wel echt een wedstrijd waar wel een beetje geluk mee moet zitten. En ja, de fietsen lopen enorm hard vol. Dus het zal ook zaak zijn om op tijd te wisselen en geen materiaalpech en et cetera. En natuurlijk overeind blijven. Dankjewel, succes. Fem van Empel, die toch alweer niet lijkt over te lopen van zelfvertrouwen. Maar goed, de benen zijn zo goed dat ze zelfs iets minder zelfvertrouwen kan overkomen. Ze staat tegen de drang. Ja, 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 met dat knietje dan uiteindelijk is dat van vandaag, van dat valpartijtje. Maar ze is natuurlijk ingetaped. Maar dat was al, want ze was op training hard gevallen op stage. We gaan wachten tot de lichten op groen schieten. Let op de ondergrond. Het is gloednieuw asfalt. Geen putten meer. Het is voorbij met de putten en het slechte wegdekking Gaveren. We gaan met Van Empel toch als allersnelste uit de startblokken schieten. En uiteraard is dat Marie Schreiber. Die waren we nog heel even vergeten. Bentveld goed. Pietersen goed. Die zal eens voor een keer niet vanuit de achtergrond moeten komen. En Bakstedt ook goed vertrokken. Zoek niet naar verdomschot, zoek niet naar Kant. Die zitten al met hun hoofd, denk ik, bij anderen. Ja, ja, Kant er ook niet bij. Dus die is om 10 uur al gesignaleerd met haar brommertje. Dus naast de achter paard, de brommer. Achter de brommer aan het trainen. Dus zelf rijdt ze daar niet mee. Dus, maar in ieder geval volle pak aan het trainen. Verdonschot die wat ziektekiemen voelt opkomen en die graag vooral de hoogvorm wil behouden natuurlijk met de doelen Kokzijde, Zonhoven en het PK in het vooruitzicht. We gaan naar de zone van de fruitbomen. Ja, 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 de familie Goemaren. Dus, maar geen fruitboom meer te bespeuren. Nee. Het is allemaal verleden tijd. Nochtans was hij specialist in het lekkere appeltje, een koksje. Dus, klein van stuk, maar wel lekker. Ja, ja, ja. Bijna nergens meer te vinden. Dus uitstervend ras. Maar, een appeltje. Ja, zeg dat wel. Schreiber, daar moeten we nog niet veel rekening mee houden. Pietersen, dat is een ander verhaal. Die voelt zich duidelijk in haar sas. Die heeft het licht gezien op deze tweede kerstdag. De zon komt er eindelijk nog eens door. En dus ook voor Pietersen. Ja, het kan snel keren hier. Hè. Dus bergop kun je natuurlijk pas oordelen of dat iemand goed in zijn vel zit of niet. Bakstedt hier ook al haar pk's kwijt kan natuurlijk. Dat zal lekker lopen. Benieuwd wel wat het in het klimwerk gaat opleveren. Bentveld valt een beetje terug. Hier is Van Anrooy. Niet de allerbeste start, maar dat zijn we van haar gewend. Hopelijk geen Antwerpen scenario met vast net achter haar. Waar gaat Pietersen? Ja, een heuse veldloop daar begonnen. Dus daar waar dat iedereen vooraan nog reed. Maar achteraan in het pak is dat allemaal te voet. Geen jeugd dus zoals ze Paul al aanhaalde. Die hebben hier niet gereden en dan levert dat een iets groener aanzicht nog op dit moment. Maar dat gaat natuurlijk veranderen. En kijk nu al links wat een mensenzee en dat voor de wedstrijd bij de vrouwen. Ja, hier moet het dan toch gaan gebeuren voor Fem van Empel. Die moet grip vinden op de een of de andere manier. Van Empel dus met een gehavende knie. 11 op een rij. Tel daar ook nog eens de overwinningen van vorig seizoen bij. In de tweede seizoenshelft richting het WK. En je zit eigenlijk aan 16 op een rij. 16 overwinningen, niet meer geklopt. Fem van Empel, brand in haar spoor. Rekent erop dat Van Empel nog naar het front zal gaan, uiteraard. Maar ja, deze vrouw mag je op dit parcours niet te ver laten rijden. Nee. Die zit eigenlijk al een hele poos te wachten op iets extreem, iets spectaculair, iets gevaarlijk waar dat ze echt van houdt. Misschien is dat vandaag wel aan de orde. Ja, en dan is dat toch duidelijk een teken dat ze aan het groeien is. Want Namen was ook spectaculair, is ook iets voor haar. En dat lag haar dan die dag net iets minder. Dus Pietersen zit in een groeicurve. Richting de boorden van de Schelde, of toch ongeveer ter hoogte van. Schelde ligt nog iets verderop. Naar het laagst gelegen gedeelte, naar de iconische klim. Zeg dat wel. En dat begint al onmiddellijk met een looppartij. Een heel stukje Van Empel aan de bak. Die moet al direct zich platleggen. Iets dat normaal voor de finale is. Dat moet nu al gebeuren in die eerste ronde na 3 minuten. 3:30 onderweg. Alles al lichtjes uit elkaar geslagen. Geen groepsvorming meer. Hier een treintje. Brand wel mee. Opgelet voor Brand. Die heeft nog veel tijd. De diesel slaat straks wel aan. Gaat zich hier nog niet te veel zorgen in maken. Alvarado mee met Brand en Bakstedt beter weg dan de vorige wedstrijden. Ja, foute route voor Van Empel. En dus is Brand haar voorbij.
Zo zie je maar hoe belangrijk een spoor kan zijn. Ja, ja, en dat is een kwestie van minuten. Hè. Ik bedoel, maar nu hebben die mannen daarop getraind. Dat is anders komen te liggen. Je hebt dan die verkenning gedaan en je dacht dan, ik moet dan in beeld links gaan rijden. Vergeet dat maar. Hè. Dus waar dat brand was, dat was het ideale paadje. Loopwerk, veel loopwerk. Benieuwd of dat straks bij de mannen ook zo zal zijn. Dan kantelt het een klein beetje richting Van Aert natuurlijk. Stel je voor dat hij hier een lange looppassage voor de wielen geschoven krijgt. We zijn zover nog niet, hè? Piet is al te voet. Piet is er al. Het is niet zo ver. Zweet. Scherm in het oog houden, dat zijn toch al 7, 8 seconden. Het verschil tussen de Piet en de Dat is een slechte formule, slechte eigenschappen. En vandaar dat ze de materiaalpost toch niet mogen voorbijrijden. Geen risico's nemen. De ondergrond met andere woorden. Vandaag een recept voor stukken. Pietersen tegen de grond, tegen de korst. Ja, dat was net dus richting... dat was... En dan richting spectaculaire afdaling. Met de val van Puk Pietersen. Die daar met het voorwiel in een diepe groef in de diepspoor was beland. En zo de balans op de fiets helemaal kwijt was. Kijken of Alvarado daar iets vlotter doorheen geraakt. Dat wel, Pietersen die wel aan kop blijft. Ze is aan Leidstraat door de Volkpartij. Dus de schuiver van Luc Pietersen, die wel wat voorsprong door die bal is, kwijtgespeeld ten opzichte van haar concurrent. Nooit gezien dit seizoen, maar vandaag wel. Met andere woorden, gaan niet te ver weg. Het zal ronde na ronde spektakel zijn hier in Gaveren. Daar, diep in de put, dat was de put waar Van Empel in de opwarming gevallen is. Ja. Ondertussen dus niks overgehouden van die valpartij. Gelukkig, gelukkig. Alvarado goed onderweg ook. De verschillen inderdaad wat kleiner geworden. Alvarado nu 4, brand op 10 seconden. Schreiber houdt even stand. En Van Empel met een moddersnorretje. Ja, en dan gaat er nog plots heel weinig. Jawel. Dan lukt het niet meer. Kom aan, Fem. Heel even tussen die oren jezelf oppeppen. Laat je niet kisten. De benen kunnen niet weg zijn. Nee, dat kan ook niet. Hè. Dus dit zijn keuzes dat zij maakt. Zij kan als de beste lopen. Iedereen loopt. Dan ga je zelf niet rijden. Dan ga je laten zien wie dat de snelste is in het loopwerk. Deze mensen staan voor een geweldig drukke dag. Links in de materiaalpost. Stress tot en met. Alvarado wil naar Pietersen toe. Brand, moet hij er nog in komen of is die al op een soort positie terechtgekomen? Na 7,5 minuut. Van Empel wel weer twee posities gewonnen. En in elke hoek, in elke bocht loert hier het gevaar. Vorig jaar bij de mannen 55 minuten strijd gezien. Pidcock, Van Aert, Van der Poel. Jawel.
Dat zou zich kunnen. Ik mag ze niet te veel gaan doen. Ah, wat steekt ze toch allemaal uit? Ja, dat is te wild, dat is te veel. De benen dik in orde, dat was oké, maar dan die twee valpartijen kort op elkaar, daar gaat Alvarado wel raad mee weten. Ja, actie, reactie. Hier het volgend gezelschap. Brand die daarnet op 16 seconden gesignaleerd is, dus die verachtert. En Van Empel soepel hoor, vlotjes. Ja, er komt leven in, er komt leven in. Dat ja. kan, hè, dat kan. Hè. Dus dat is niet weg, dat heeft altijd al bestaan. Ze hebben een defibrillator gevonden. Ja. Even een schokje gegeven. Ja, en zij is gretig, zij wil nog meer. Zij wil voorbij Brand. Maar nu al na 10 minuten zie je wat Gaver met de bestaande verhoudingen in het peloton doet. Uiteraard hebben deze vrouwen al mooie dingen laten zien, maar Van Empel torende toch wel boven iedereen uit. Gaver durft dat al eens van tafel vegen, de verhoudingen. Het gevaar loert overal. In de achtergrond achter deze vrouwen Bakker Vas, die aan het opschuiven is. Dit is een parcours voor een klimstertje als Vas. Daar het kasteel. Kasteel Grenier. Het parcours op nauwelijks enkele plaatsen gewijzigd. Enkel de VIP-tent die op het domein van de kazerne van het militair domein terechtgekomen is. Helemaal op het einde. Dat gaat u straks wel zien. Waardoor we het smerige hobbelwegje niet meer moeten doen. Ja, dat klopt. Dit is dan ook nieuw. Dus twee bruggetjes kort achter elkaar. Op het terrein te komen. Ja, om bij de militairen binnen te geraken. Dus, en er liefst ook weer uit te geraken. En er wellicht ook uit te geraken. Voilà, ja, dit is bruggetje 2. Over de draad te geraken, om geen niks stukken te maken. Want vroeger, dat hakt er wel in, dat bruggetje. Ja, vroeger reden we dus net links van de groene draad. En moesten we dus deze bruggen niet gebruiken. En kwamen we hier op een heel slecht stuk asfalt terecht. Maar dat is afgelopen zomer netjes heraangelegd. Wat zegt dat uiteindelijk in seconden? Een seconde of 15 achterstand voor het duo Brand van Empel. En die vinden elkaar. Niet voor dezelfde ploeg, wel voor dezelfde werkgever. Na 10 minuten. 10 minuten duurt een ronde in Gaveren. Dat worden er dus 5. En dan wordt het een lange koers. Vermoedelijk 5. Wellicht. Van Empel gaat er toch werk van maken. Is niet zinnes om zich hierbij neer te leggen. En Brand moet heel even de trekhaak uitgooien. Ja. Laten we even gaan luisteren wat er in het kamp Van Empel gedacht wordt over die eerste ronde. Ja, inderdaad. Ik sta hier bij de vader van Fem van Empel. Ja, wat is er aan de hand? Heeft ze toch wat last van dat valletje in verkenning? Ze is even gevallen en daardoor heeft ze toch weer op haar geblesseerde knie gevallen. En dat is altijd een vervelend ding natuurlijk. Verder is het nu even zaak om rust te krijgen in de wedstrijd. En het was eerst 20 seconden en nu 15. Dus ik hoop dat ze het parcours nu na één ronde goed heeft kunnen verkennen. En weet waar de goede lijnen liggen. Ik heb het idee dat ze zo meteen nog wel terug gaat komen. Het is een situatie die ze nog niet te vaak heeft meegemaakt dit seizoen, maar je ziet haar terugvechten? Nou ja, het is belangrijk dat ook Fem leert terugvechten natuurlijk. Het is niet alleen op kop rijden, maar ook vechten en laten zien voor wat ze waard is. Oké, dankjewel. Dat laatste wat vader van Empel zei, dat snijdt hout, dat is zeer leerrijk voor haar hier vandaag. Ja, en dat was het de vorige cross ook al. Dus diep in de finale in Antwerpen op pad met Brand. En dan op die manier het naar zich toe halen. Zeer belangrijk. Ja. Ja, het is niet altijd maar op kop starten en dan de handen in de lucht steken. Daar heb je niks aan. Dat is niet leerrijk. Het wordt dus een dagje weerbaarheid kweken vandaag hier op de flanken in Gaveren. 46e editie. Vroeger in Asper, uiteraard. U kent het verhaal, zeker als u de cross al langer volgt. Aan de overkant, dicht bij het water. Een vettige bedoeling was dat daar. Maar ondertussen toch al sinds 1993 op dit mythische terrein. Power bij Puk Pietersen. Heel power.
Ja. Rijdt Alvarado terug los. Ja, dat is van beneden u lanceren en dan volle bak, volle patrol omhoog. En dan moet je dragen tot daar bovenaan dat blauwe shirtje van Toyota. Dit gaat ook verduiveld goed bij Van Empel. Met een klein molentje nu, veel power vanuit die onderrug. Kijk eens, Brand moet daar van de fiets niets aan te doen. Ja, belangrijk moment om dat al fietsen te doen, want dat is nog net haalbaar daar. Schreiber zoekt een ander paadje in de hoop dat het daar iets beter bereidbaar ligt, maar ik vrees ervoor. En Pietersen. Die tuk is op een overwinning natuurlijk. Al te vaak ernaast gegrepen dit seizoen. Ja, als dit zou lukken, dat zou voor haar een ferme stap vooruit zijn. Ongelooflijk. Dus zij heeft alle hoeken van de ring al gezien. Maar nu vandaag uitpakken voor deze massa, net op een cross, ja, dat ze wellicht heel hoog aangevinkt heeft. Pietersen dit seizoen nog geen overwinningen. Allemaal podiumplaatsen. Derde in Antwerpen, tweede in Namen, derde in Val di Sole, tweede in Boom, derde in Kortrijk, tweede in Troyes, tweede in Waterloo. Ah ja. Voor een winnares als Pietersen wringt dat. Ze zoekt haar ademhaling, alles onder controle krijgen. Ja, ja, het was netjes om te zien. En Alvarado die toch de goede vorm blijft doortrekken, knokt hier toch maar lekker mee met Pietersen en Van Empel. En zij in het tijdrijden. Een discipline die ze straks vermoedelijk ook nog meer onder de knie zal krijgen wanneer ze voor Jumbo-Visma op de weg nog meer gaat koersen. Krijgt er voorlopig geen sikke pit af van de tijdsmeldingen. 15 seconden nog steeds achterstand Van Empel. Ze heeft natuurlijk wel een sprongetje, dus zij heeft Alvarado voor zich uit. Dat is de eerste opdracht. Lopen, wie loopt er het best? Die heeft hier een geweldig voordeel. Maar wat een zware onderneming, Gavre. Maar strijd wel. En geen Van Empel die er na 2 minuten vandoor is. Integendeel, 4 rensters die toch nog min of meer de kop van de koers vormen. Maar Bakstedt in een goede dag vandaag, zo heeft Bakstedt. Ja, ja. En vind ik het tred ook. Dus meer meters of meer trapfrequentie. En van Luxemburg. In de zonne van Avia zitten we nu. Van Empel, als we de fiets naast zich proberen om die fiets te springen. Ja, als het komt, dan kan ik erbij met die druk. Maar het ook voor de mensen in de post iets ruimer en iets comfortabeler werken is. Maar ze gaan meer dan werk genoeg hebben vandaag op dit loodzware parcours. Portes thuis. Na Bakstedt en Schreiber komt Van der Heijden op 7. Vas op 8. Dat is ondertussen al op een minuut. Er gaan grote verschillen. Vandaag druk wordt voorbij gereden door Lucinda Brands. Ja, we zagen dat daarnet was dat een probleem met de versnelling aan de knieën. Die gaat naar beneden. Maar dan gaat het van Empel. Vooraan nog altijd de Pietersen geconcentreerd. Daar waar ze daarnet onderuit ging. De eerste keer onderuit hier moeten we zeggen. Ja, best maar. Dichterbij, een secondje of 2 dichterbij. Hier krijgen we Lucinda Brand in diezelfde zone. Ik heb hier dat er dat weet ik niet. Die probeert nog ergens in de verte een zicht, een glimp op te vangen van dit kopduo. Kom aan, Fem.
Het is nog altijd maar de tweede ronde. In Gaveren mag je nooit opgeven. Dat is de vrees natuurlijk, hè, van dit soort omlopen. Van, gaat alles meezitten? Is zij wel klaar? Want het is allemaal nog jeugd. Dus mentaal moet dat heel zwaar zijn. Naar de vrouw in het veld, Tess. Ja, Ruben, inderdaad. We staan hier aan de materiaalpost waar Puk Pietersen nu voorbij rijdt. En we hebben de chronometer ingedrukt, zoals dat dan hoort in de materiaalpost bij het veldrijden. En we wachten op Fem van Empel. Die zien we nu in de verte komen aangelopen. Lucinda Brandt, die komt nu door. Dat zal toch op een 18 seconden zijn van leidster Puk Pietersen. En Fem van Empel, ja, die springt nu weer op de fiets. En dat is dan toch, ja, een dikke 25 seconden waar we op afklokken. En in de materiaalpost is het een drukte van je. Want ze komen hier twee keer per ronde binnen. Dus hier wordt gespurt en gespoten en hard gewerkt. Gespurt en gespoten, dat is lekker uitgedrukt. Zie je de vrouw daar met het petje rechts, Paul? Kuni Kubo. Oei. Uit Japan. Ja. Ja, die zal... Een van de commissarissen. Die zal niet weten wat ze hier allemaal ziet. Dit, oei, oei, oei. Lijkt me pakken en dan heb je toch wel geluk dat daar een kussentje ligt. Is die al moe? Wil die gaan slapen? Ja, ja. Klein contact daar met het luchtkussen. Gelukkig dat dat daar staat. Hè. Dus op de juiste plaats. Doen. Ja. Pietersen Alvarado, toch enigszins aan elkaar gewaagd, heb ik de indruk. Het is niet dat Pietersen er hier veel van weg knalt. Nee, 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 maar met die valpartijen in het verschiet dat we al gezien hebben, bedoel ik. Maar ze heeft wel wat voordeels. Dit is, daar stroomt de energie van uit op dit soort omlopen. Ja, dat is waar. Ik hoop voor haar dat ze het ruim 50 minuten kan volhouden. Denk want wel. We hebben het ballonnetje soms wel eens zien leeglopen. Nou, het zou vandaag toch wel... kunnen dat het allemaal vol blijft. En Alvarado, je zou denken, schud heel even een flink sprintje uit dat wiel en je bent erbij, maar in Gaver mag je nooit over de limiet gaan. Dat klopt, als een bus. In ieder geval, Alvarado heeft wel ervaring zat, dus weet heel goed dat zij dat niet al geforceerd moet gaan ondernemen. Rustig blijven is de boodschap. En nog eens herhalen, volk, volk, zwart van het volk. 17.000 mensen wordt er straks verwacht voor de mannen. En dat zal nu al richting de 15 zijn. Handigheidje bij Van Empel. Alvarado toch wel aan een goede cross bezig. Zeg, dat wel. Ja, ja. Aan een goed seizoen bezig. Ja, aan een geweldig seizoen. Allemaal. Ja, nu nog altijd. Hè. Dus er mag niks fout lopen voor Pietersen. Of ze is daar weer. Ze kan het rustig zien gebeuren van op een kleine afstand. Ik heb zelfs de indruk dat zij op bepaalde stroken beter is dan Pietersen. Juist. Van Empel toch weer naar Brand, dus die vindt weer een tempo dat hoger ligt dan de nummer 3. Ja, ze heeft liever wat grip onder haar voeten. Dus, en dat is heel moeilijk te vinden. De modder is zeer moeilijk. Daar rechts de VIP-zone waar onder meer een tweevoudig winnaar van de cross in Aspergaver zit. De enige echte, de Vlaming Roger. Aha. Dat was uiteraard in de vroege jaren 70. Losse cross toen nog. Ja, Gevaert natuurlijk, die gaat Roger de Vlaming goed kennen. Hij heeft hem zelfs gemasseerd nog in der tijd. U kent Etienne Gevaert vermoedelijk wel als de peetvader van de superprestige, de blinde man. Die zoveel betekent voor het veldrijden. Nog altijd, want het zijn zijn zonen die het parcours hier uittekenen. Ja, 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 dat zijn de mannen. Hè. Ja. Dus Giovanni, sterke mannen, zijn sterke beren. Dat zijn tentenbouwers. Hè. Dat duurt nog niet te lang, zelf die paal zit in de grond. Hier het achtervolgende duo. Een halve minuut. Is dat speelbaar als Van Empel zich er gaat aanzetten? Ja, dat is speelbaar, maar dan moet ze toch een ronde gaan vinden die ze foutloos kan afwerken. De schapen zagen dat het goed was. Ja, er zitten er een stuk of zes van die mooie schaapjes en twee varkentjes met de buik over de grond. We gaan zien wie het varkentje hier vandaag gaat wassen, want die gaat dan lekker schaapjes kunnen tellen vanavond. Alvarado, Pietersen, de strijd op een zakdoek. Brand van Empel, mekaar in Antwerpen op sleeptouw genomen, nu opnieuw, maar weliswaar in de achtergrond. Dit is vaak een goede passage voor Pietersen. Dat is met heel veel kunde.
Dat kent ze. Dat kent ze zo goed. Naar beneden duiken. Volle gas, volle patrol. En Vaz is lekker opgeschoven naar 6. Die beleefde een van haar betere wedstrijden. Tess. Ja, inderdaad. We staan hier bij de ploegleiders van Trek. Ze zijn hier met 2, Sven en Erik Braas. Een goede race van Lucinda Brandt. Maar Shireen van Androoy, wat is daarmee aan de hand? Ja, Shireen zit duidelijk niet in haar ritme. Heeft een moeilijke dag. Was niet voorzien. Maar ja, een goede dag kan je zomaar niet bestellen. Dus ze heeft duidelijk een mindere dag. En hoe komt dat dan toch weer aan de start? Ja, de start. Ik heb al gezegd, doordat je minder crost, heb je ook minder dat gevoel op die start. En dan neem je het gewoon mee, de volgende cross altijd. We hopen wel dat het altijd een beetje beter gaat, maar vandaag was het de start redelijk eigenlijk. Ik denk dat ze nog rond de 12 het veld in was. Maar ja, ze heeft gewoon geen goede dag, Shireen, en dan wordt het heel moeilijk. Achter ons zagen we Lucinda doorkomen. Die strijd voor plaats 3 op dit moment. Is het podium het hoogst haalbaar? Ja, ik denk het wel. De juiste tweede keer materiaalpost was ze nog op 15 seconden. Ze heeft duidelijk een beter eerste gedeelte van de ronde. En het tweede gedeelte, na de tweede materiaalpost, is al 2 rondes dat ze heel veel verliest. Dus het zijn nog 3 ronden, een heel lange cross. Nog zwaar, je weet nooit, maar ik denk dat het hoogst haalbare derde plaats gaat zijn. Ja, een lange en zware cross, maar hier ook dus op podium. Bakstedt, de zone in, daar de man met de tweede muts, dat is vader Magnus. Zoals al een aantal keer gezegd, voormalig winnaar van Parijs-Roubaix, die uiteraard niet te beroerd is om de mouwen op te stropen en zijn dochter een fiets aan te geven. Ai, dat is jammer voor Alvarado. Dat stokt de achtervolging. Ja, ja, de snelheid is er dan uit en zij tikte nog wel even om ingeklikt te geraken, maar dat lukte dan net niet. En dan, ja, dan kost je dat een seconde of 3 extra. Kom aan, Céline. Ja, dat is 2 keer op een paar honderd meter tijd dat zij pech kent. Dat is te veel tegenover Puk. De rondetijden die ondertussen flink omhoog gaan, dat heeft natuurlijk met de zwaarte te maken. Je kan dat vermoedelijk niet blijven volhouden. Hier zien we het nog eens. Eerste ronde opener voor Pietersen, 10.23. Tweede ronde, 10.42. 20 seconden erbij. Dit wordt een hele zware onderneming. En ik denk ook aan rensters die nu door beeld schuiven. Zo'n Xaidé van Sinaï, Brouwers, zo jong nog, om het hier in het zware Gavre te moeten gaan doen. Niet evident. Nee. Natuurlijk mooi dat ze er zijn, hè, en dat ze hun kans wagen. Maar achter het brommertje is het ook wel goed nu. Dus als je dit ziet liggen, elke dag cross, dan zou je op een bepaald moment een keuze moeten maken. Paul verwijst naar Sanne Kant, die de brommer heeft gekozen en het vlakke werk om wat snelheid te trainen. Kant die ook al bij dat BK natuurlijk zit met haar hoofd. Nummer 15, weet u wel. We gaan naar 5 minuten daar voor de nummer 42. En ik kan u vertellen dat we in totaal met 71, niet minder dan 71 rensters gestart zijn. Dus als we de helft van het deelnemersveld overhouden, zal het goed zijn. Ja, soepele tred nog altijd bij Alvarado. Jawel, toch wel. Ja, dat lopen. Zij kijkt, zij loert. Ze ziet ze voor zich uit lopen. Ik denk spontaan ook terug aan Troyes. Maar dat was uiteraard een volledig ander verhaal. Maar daar ging Pietersen ook zeer voortvarend van start. En kwam Alvarado. Zeker aan vast dat loopstuk. En het is al een lange strook hoor. Ja, zes, zes. Het is een lange strook. Hier springt ze terug op de fiets. Ja. Maar ja, was dat het goede idee? Hier komt de Vuurman Impelmars. Daar straks nog een van de probleempjes kenden in die stroom. Die toch wel iets in de zone van Toyota zitten we nu. En Alvarado doet er alles aan om terug op het pin te geraken van de rijster. Of niet goed ingeklikt. Oppassen daarmee, want ja, ze kan een oorveeg krijgen. Ja, ja, ze geraakt er weer niet in. En bergop rijden zonder dat dat. Zeker, want we van hem terug hebben op bellen van. Kijk, hier zien we een zo'n impact. Dat onlastige stuk daar. Zal het niet achter zijn.
Een bijna zwart model. Strijd hoor, echt wel. Echt wel strijd. Dat zijn seconden, dat zijn luttele seconden. Alvarado moet daar toch moed uitputten op de een of de andere manier. Dit doet Pietersen nu wel geweldig, maar Alvarado is eigenlijk ook wel technicien hoor. Kijk eens. Ja, die kun je niks meer bijbrengen. Ga er als vent niet mee naar beneden, want het kan wel eens zijn dat je ze moet laten gaan. Ja, als je dit ziet, dat is afgestudeerd met hoogste onderscheiding. Vorig jaar winst voor de renster die nu in, wat is het, positie... Ja, is hij er nog, vraag ik mij af, Van Anrooy. Ik zie ze zelfs niet meer op het scherm verschijnen. Zou Van Anrooy nog in koers zijn, Tess? Al sinds vorig jaar winnares met 37 seconden op. Geen haastrekte heb ik, maar altijd toch wel die weerbare slittel kan van Alvarado. En als het goed terug blijft, dan kan het wel. Prachtig mooie strijd tussen twee. Ik wil wel een keer doen, ik had ook al. En die stekelige afdaling voor Fus van Empel nu op 24 seconden. Het was 4,5 met de verslagen finish. Iets beter ligt voor Sinta dan voor Fem van Empel. Dat is duidelijk, dat dat zou in de vorige ronde daar moeten gebeuren. Met een paar seconden verschil. Van Pietersen en Celine del Carmen Alvarado in de materiaalzone. Zitten we nu, nieuwe fiets. Het gebeurt vroeg voor Pietersen en die ontdekt het voor Alvarado. Daar bezettingsgraad 70%. Dat is te veel. Dat is te veel vermoedelijk, want deze twee steken er bovenuit. Voor alle duidelijkheid, dit is een wereldbekercross, alweer eentje. U weet dat we er in totaal 14 gaan afwerken dit seizoen. Dit is nummer 10. En Alvarado aan het truitje te zien, weet u dat leidster is. Bakstedt, probleempje, problemos. Ja, dit is proper opgelost op zijn Van der Poels, maar dan in vertraagde weergave. Ja, even aanleunen tegen dat luchtkussen. Er kan weinig of niks gebeuren. Ik raad u aan om, als u heel even tijd heeft, de beelden van Van der Poel van vorig jaar nog eens op te snorren. Hoe hij dat luchtkussen gebruikte in volle afdaling. Om die afdaling tot een goed einde te brengen. Dit is Vas en Schreiber. En men meldt ons dat we vooral naar Schreiber moeten kijken. Ja. Die gaat bijna naast het parcours. Marie. Dat is vervelend. Ja, die fiets. En dan de dans met de fiets. Ja, die zit dan helemaal aan de verkeerde kant. Wou dan ook zo snel mogelijk weg natuurlijk. En dat is ingeburgerd. Dat. Zo is een mens, zo is een crosser. Alvarado, leidster in de wereldbeker. 257 punten. Brandt 190, Bakker 161. Pietersen is nummer 6. En moet nu opletten, Alvarado, dat ze niet nog eens 5 seconden extra aangesmeerd krijgt. Want dan zou de race het laken alleszins richting Pietersen kunnen gaan. Brandt vierde. Toch weer achter Van Empel. Wat jammer dat Van Empel daar letterlijk een dip in de kuil kent. In de kuil en in de beklimming. Dus dat zijn de twee enige mankementjes dat er voor haar zijn. En ze zou kunnen duelleren vooraan. Echt, geloof me. Geef ze die cross 3 keer achter elkaar. Dat gaat... Die laatste zal de juiste zijn, dus maar we gaan, vandaag is het niet zo ver. We gaan snel naar de materiaalpost bij Tess. Ja, we staan hier aan te schuiven om de fietsen af te spuiten. En ik doe dat samen met Magnus Beckstedt. Magnus, great race from Zoe so far. So far she's going really strong. It's a heavy, heavy day out there with the sticky mud and everything. But she normally likes that. So most important is that she looks like she's back on track again. She had a couple of heavier races. But she looks good now, so. I heard you shouting, keep on pushing. Yeah, of course. She's riding in fifth place at the moment, and you never know in a course like this what can happen. You have one little
crash or something, and all of a sudden she's back in racing for podium. So, you know, you just got to keep on pushing to the line. Busy day for you as well. Oh, really busy. Thank you very much. Ik herinner me in Pontchâteau dat collega Bart Aartsen daar ook nog eens in het Nederlands aansprak. En daar kwamen wel nog wat leuke woordjes uit. Ja, er zit nog iets Nederlands bij Bakstedt. Dat kan hij, absoluut. Alvarado moet hoeveel prijs geven? Het wordt een beetje groter. Het gaatje, wordt dat een gat? Ja, misschien wel. Misschien moet je dat wel zeggen als dat 12 seconden is. Richting het boerenhof van de familie Goemaren. En Van Empel, daarnet op een halve minuut, heeft toch weer een tred gevonden, heb ik de indruk. Ja, als je ziet hoe ver dat zij nu plots wegrijdt van Lucinda Brandt, dan ben je eigenlijk misschien wel de beste in koers. Ja, maar ze heeft te veel uitgestoken. Het heeft te vaak fout gelopen voor haar. En dan die stress dat ermee gemoeid is. En ook die kleine valpartijtjes. Ze heeft nog 2 ronden om eventueel nog een mirakel te verrichten. Maar geloven wij daarin, in mirakels, is de vraag. Brandt nu plots op 51. Die ziet even sterretjes. Italiaanse fans voor Casasola en co. Toch altijd vinnig. Hè. Als Jawel. Je dat beeld de eerste seconde van haar bekijkt, dan zit dat vol overgave. Dan is daar power, de juiste lijnen kiezen. Puk Pietersen is terug. Wel, ik denk dat het interessant zou kunnen zijn om te zien na hoeveel seconden in de wedstrijd zij op kop reed. Ik denk dat dat nog geen 3 minuten geduurd heeft. Nee, en dan zich... Die krijg je niet uit haar lood geslagen. Ik bedoel, die valpartijen die zitten bij mij toch nog op het netvlies. Dus 2 keer in die eerste ronde. Maar geen vuiltje aan de lucht. Terug die fiets op en terug dat ritme vinden en rijden. Moet natuurlijk wel met dit kleine verschil foutloos blijven. Daarnet 12 seconden. Een nieuwe timing leert ons 9 seconden voor Alvarado. Dat is een materiaalpostverschil. Dat is niet veel. Nog niks verloren. Nog niks verloren voor Alvarado. Maar er is nog leven in de brouwerij. En, toch wel. En dat is de hoop voor deze Puk Pietersen. Hup, heel breed. De kortste weg is niet altijd de snelste, moet ze denken. En dat is ook zo. Hier heb je Betsema. En Betsema die is zelfs nog wat gaan opschuiven in de wedstrijd. Die wordt nu 8e. Vas is moederziel alleen 6e. Heeft eventueel nog zicht op zo'n Bakstedt. Van der Heijden op 2.16, Betsema 2.19. Zij rijdt deze Panten nu niet meer naar boven. Heeft Pietersen dat wel gedaan? En daar heb je Van Empel al. Warempel Van Empel. Pietersen rijdt de bladeren de lucht in. Het betere verticuteerwerk. Ja, daar zeg je zoal iets. Zij is aan het mulgen. Onder luid applaus. En zoals het er nu naar uitziet, zal het feitje van de dag zijn dat de zegenreeks onderbroken zal worden. De zegenreeks 11 stuks op een rij, die van vorig seizoen erbij geteld 16 op een rij. Een 12e/17e. Zit er op dit moment niet aan te komen. U weet dat het record op naam van Marianne Vos staat. In 1 seizoen deed hij er 18 na elkaar. 18. Een Vosje. Ja. Wat een grote renster is dat geweest. Ik droom er toch nog altijd van dat ze eens komt crossen. Het zou fameus zijn. Hè. Mocht er nog eens iets kunnen. Mocht er nog een mirakeltje in zitten. Het zou kunnen. Ze is alleszins nog even coureur. Dus niet meteen voorbij voor Vos. Nee, totaal niet. En ze is in orde. Dus die ingreep dat ze gedaan hebben, dat is goed gelukt. Ze heeft, zoals haar vader Henk zegt, ze heeft terug 2 benen. Dus dat is alleen maar hoopgevend voor haar. De draai voor Van Empel daar. Ja, de wereldkampioene probeert te turen en moed te putten uit het silhouet van... Alvarado, we moeten toch nog altijd een kwartier koersen, vergeet dat niet. We zijn er hier nog lang niet vanaf. En hier is
0,0 spoor nog terug te vinden. Ik vraag me af of er mannen zijn die voldoende pk hebben om er een nieuw spoor in te trekken. Wat denk jij? Ik vermoed van wel. Ik vermoed van wel dat ze sterk genoeg zijn en dat ze het gaan klaarspelen. Maar nooit niet gerust zijn in deze zaak. Want dat is... Voor de streep gaat komen. Dat gaan we altijd afwachten natuurlijk. Moeten we nog altijd met twee woorden spreken. Ze is nog altijd niet zeker van de winst. Maar als ze winst kan zijn, zeer goede zaak doen in het klassement. Nu is het wel een voorspel. Hij moest drie geen nekken staan. Dat is goed. We zijn al drie mengen. Pukkig vreugels. Dat van de wereldbekerwedstrijd van vandaag in de avond op deze tweede kerstdag. Dat je bent. Dit is het dan. Ja, Fem komt dichterbij Celine Alvarado. Die komt daar toch wel wat dichterbij. Alvarado 17 seconden achterstand op Petersen. Dat draait door. 16 en 24. Alvarado verachter het een beetje. We zijn 6 minuten en 20 seconden ver in deze ronde. Een ronde die ongeveer 11 minuten duurt. Dit is natuurlijk een van de cruciale punten. Hier mag niks fout gaan bij niemand. En dit is vaak een punt waarin, of waarbij liever Van Empel iets te fel in de ankers gaat. Zou eigenlijk moeten doen wat Alvarado nu doet voor haar. Ja, helemaal. Ze heeft de kans niet gekregen om echt zich de diepte in te storten. Om uitzicht te krijgen van hoe moet het nu eigenlijk. Alvarado die maakt elk paadje bruikbaar. Jawel, klasse. Ja. Klasse gemacht. Hier heb je dat uitgeklikte voet. Dan moet je al oppassen. Ja. Nee. Lefgozer doet dat dus niet. Die blijft daarin en die mag zich beneden te pletten rijden, maar die gaat er niet uit voor niks. Kijk. Een lang mountainbike seizoen. Hij heeft dan ook de eerste wereldbeker crossen meegepikt. Hij heeft dan een rustperiode in de maand oktober ingelast. Om dan... Terug anders zijn. Ja, maar... We hebben het al een aantal keer aangehaald. Heel dat mentale aspect. Durven, geloof hebben in jezelf. Vertrouwen, weten dat je de beste bent. Weten dat je ook dit soort dingen aan kan. Daar moet aan gewerkt worden. We gaan naar Tess. Ja, ik blijf hier duchtig timen. Pup Pietersen rolt hier nu een paar gedubbelde rensters op. En komt hier langs. En dan is het wachten, reden. Van Empel die aan achterstand op dit ogenblik weet binnen de perken te houden. Ja, maar het gaat toch weer. Foutje kwam daar tegen de stoepkussens terecht van Empel. Kom op, hè. Goed. Daarna is in de brand. En nu ook weer. Denk dat alles gaat binnen. Gaveren dus, liegt niet, Gaveren zuigt alles uit je benen en zij toont voorlopig de beste benen en gaat, als ze dit nog een ronde kan doortrekken, naar haar eerste overwinning van het seizoen. In ieder geval een goeieke. Bakstedt, wat doet ze? In principe is dat, voilà, oh, pijnlijk tegen dat paaltje. Zij kan wel tegen een stootje, maar dat komt nooit goed uit, zoiets. Brandt ondertussen op 1-0-3, Vas op 1-49, Bakstedt 2-0-1, Betsema 2-29 op een zevende plaats, jawel.
Van der Heijden 2.31, Bakker 2.47, Casasola 2.52 en Norbert Ribeiro is eerste landgenoten op plaats 13. Waar zit Brand? Ja, Brand verachtert wat. Dat was de kokkin van vandaag. De modder is aan het indikken, zei ze. En dat is ook zo, hè. Dus het is zware blubber doordat de regen er niet bij te pas komt. Weer aan het kasteel, ter hoogte van het kasteel. Het kasteel dat ooit gebouwd werd in opdracht van baron Edouard Grenier. Waar de familie tot, wat was het, mid-20e eeuw zeker, gewoond heeft. En waar ooit, één nacht tenminste, koning Leopold III heel even het hoofdkwartier voor het terugtrekkende leger heeft opgetrokken. Aha. 1940. Nee, nummer 67 ging daar nog niet te graag uit de weg voor Puk Pietersen. Ja, heb je het natuurlijk door, hè, met dat gejoel van de mensen. Ze joelen er allemaal, dan hoor je het misschien niet onmiddellijk. Ja, die mogen nog net die twee bruggen doen en dan moeten die er onverbiddelijk uit. Ze duikt weer het militair domein in. Puk Pietersen, hier recht voorbij aan onze neus. Waar ook Nico Matan daarnet heel even buiten kwam om een luchtje te scheppen. Lees een sigaret op te steken. Ja, ja, er is volk op de been. Hè. Ik zie daar ook nog een heel ploeg met de Mapei-petjes van vroeger, die geblokte. Dus Guy Dobbelaren, die laat ze niet ontsnappen. Die heeft links in beeld. Ja, die heeft ooit alles jacht gemaakt op Wout van Aert daar in dat WK. Waar ooit misschien nog wel een Belgasport over gemaakt kan worden. Enfin, als deel van een Belgasport over Wout van Aert. Want die start daartoe met dat WK, daar is nog altijd van alles over te doen. Ja, het was niet de deugen niet, hè, van Aert. Absoluut niet. Ik denk dat hij dus gejost is dat ze maar hem hebben uitgehaald. Maar hij was nooit de eerste. Dus maar ze moeten daar maar eens echt werk van maken. En eer wie ere toekomt. Alvarado aan onze neus, maar Van Empel is op komst. Alvarado heeft eigenlijk alleen nog het voordeel van de duik naar beneden, waarin ze weer wat seconden zal nemen op Van Empel. En Van Empel is eigenlijk de enige die niet verachtert op Pietersen. En ook niet moe is. En dan zijn er zeven kenmerken waar dat je kunt aan zien dat Van Empel dik in orde is. Maar er is een mankementje en dat was vandaag het parcours. Ja, en de durf, dat is deels het parcours, maar dat is ook een deel jezelf. Ja. Nogmaals, oké, dat heb jij al gezegd, dat zal er wel uitgaan met de tijd. Ouder worden, matuurder worden, ervaring krijgen. Pas op, als je dit meemaakt op een WK-parcours, dan hang je eraan. Dan hang je, dan heb je prijzen, dan mag je nog zoveel koersen gewonnen hebben, dan ben je een Sven Nys, hè, die dat 25 keer won en dat WK net niet. Dat kun je dan niet bij Sven Nys aanwrijven dat geen durf was, maar dat was dan iets anders. De nummer 3, Brand, doorgekomen op 1.17. Zij is aan de ereronde bezig, maar het is potverdorie een harde ereronde, hoor. Werken tot en met. Over Nys gesproken, daar straks Thibaut Nys. Indrukwekkend, maar het was op training. Dus in koers moeten we het afwachten. Maar het is een apart verhaal, dus het is Koppenberg. Ja, het heeft hier wat Koppenberg. Je weet dat nooit. Nee, dat nooit. Stel je voor dat hij zijn zinnen hier heeft opgezet. Natuurlijk, met dat grote verschil. Dat er hier wel 3 shallows straks aan de start komen die een verdieping of 4 hoger zitten. Ja, en ook een... hier is Van Empel dus heel goed onderweg. Toch al uitkijkend naar straks de strijd, of er een strijd kan komen. We hopen alleszins van wel. Ja, vader Van Empel ziet het helemaal zitten. Goed zo, ga er naartoe. Probeer toch nog maar even die tweede plaats te pakken dan. Ah, Betsema. Ketting. Alles kapot daar beneden. Jammer. Ja, nee, het gaat maar... er kan nog getrapt worden op een of andere manier, maar... We zagen het versnellingsapparaat alleszins tegen het asfalt Toch een deel daarvan. Ja. Dus ik denk dat het los in twee
is gebroken. Jawel. Daar is een deel van afgebroken. Zij probeert nog te fietsen. Ik vind dat het qua materiaalpech nog meevalt. Ja, nou, dat kun je natuurlijk tegen Bets Ben niet zeggen. Maar voor de rest, in het algemeen, valt het 100% mee. En Bets, ze was kwaad. Dat hebben we nog niet te veel gezien, want zij is zo braaf. Van Empel voorbij Alvarado. Heeft Alvarado nog een antwoord in huis? Weer datzelfde punt voor Alvarado. Dat mag je geen twee keer tegenkomen. Ja, we zullen het haar die bocht dan maar cadeau doen. De Alvarado-bocht. Ik heb gezien dat men in het Tabor volop aan het opbouwen is, nu je over bochten spreekt. En dat daar een aantal zones genoemd worden naar bekende Tsjechische renners. Echt? Je hebt een Vlaskbocht, een Stibarzone of hindernis. Hier nog eens het beeld van Betsema. Wat heeft zij daar nu eigenlijk opgeraapt? Wat, het zal de voordirailleur zijn, of dat voorste stukje. Althans, hè, want zij heeft geen... zij rijdt met één plateau. Ja, probeer maar in die materiaalpost te geraken, zou ik zeggen. En Alvarado wordt teruggeslagen op deze manier. Naar het laagst gelegen gedeelte van het parcours, langs de vijver. Schelde die nog een beetje verder rechts ligt. Bij de vrouwen sinds 2000 hier al cross. Ook de wedstrijd bij de vrouwen, dus een lange traditie. Met de Sanne Kant toch nog altijd als recordhoudster. Er was een tijd dat Sanne Kant ook dit soort wedstrijden naar haar hand zette. Tussen 2013 en... De tijd om in een stilstaande bocht naar links te turen om zich te vergewissen van hoe ver ben ik nu weg. Hele hele stootkussen strelen, ja. Ja. Niks mis mee. Dat is een gave. In Gaveren. Om dat stootkussen te gebruiken. Ja. Ja. In de zone van Pinkel zitten we nu. We zijn nu 6,5 minuut onderweg in die laatste ronde. Vorige ronde werd afgelegd in een tijd van 11 minuten 20. Dus minder dan 5 minuten nog. We zijn over. In principe het weerkerende fenomeen zien van Van Empel. Of probeert ze toch iets langer nu met de beide voeten in het klikpedaal op de buis dan maar? Oh, ja, dat is het niet. Zo. Dat is het minste wat je kan zeggen, dat het dat niet is. Maar oké, goed, ze gaat het vandaag niet meer kunnen verbeteren. Het zal voor de toekomst zijn. In dit geval zonder de begeleiders van Jumbo-Visma, terwijl Alvarado hier te hoog is. Niks natuurlijk. Voetje aan de grond, bijpeddelen. Kijken op het computerscherm. Nog altijd meer dan 20 seconden, 23 exact. Geeft ons het scherm aan. Dus dan lijkt het te buiten. Jacob Vas. Ik denk dat de ooggreep is voor Jan. Jan heeft andere kwaliteiten. Dus maar dat specifieke werk, dat zit zo diep geworteld. En waarom huur je dan Niels Albert is niet? Hè? Op dat stuk. Om dit te doen? Ja, maar op dat stuk, dat is ook moeilijk. Hè? Want hij is daar op die boom gereden. Of Paul Verhegers? Ik kan ook niet meer. Nee. Niet bellen? Nee. Recent kwam er nog een vraag van om iemand in het zand naar beneden te laten rijden.
dat zou nog even de is geweest voor onze vrouwen straks op gedaan en de grondzwaarder kroost en deze Pieterse licht gewicht bij uitstek de De grote overwinnares van Jan vandaag. En nogmaals onderstrepen wat Gaveren met het lichaam doet. 10-23 openingsronde, 10-42 tweede ronde, 11-04 derde ronde, 11-21 vierde ronde. Het is onmogelijk om hier het... Alvarado hoort er zeker nog steeds als derde. Dat zijn de dames die we straks op het podium zullen zien. Zij gaan straks tijdens de eensverlichting aan de applaus. We rijden rond aan 16 gemiddeld. Rustig, Puk. Je bent er vanaf. Ja, geen stukken meer rijden. Het is geklonken. Het crossseizoen duurt nog lang. En je hebt al zo hard gemountainbiked. De pannen van attack gereden, zeg maar. Maar het niet winnen, dat zal toch een beetje tegen zijn gaan steken. Laatste overwinning voor Puk Pietersen was de wereldbeker in Besançon vorig jaar. 29 januari, maar wel vorig seizoen. En tot hiertoe op 7 koersdagen geen overwinning. Uiteraard door de oppermachtige Fem van Empel. Kijk naar die dikte van die tubes. Die laden aan. Die worden eens zo breed dan, dan datgene dat ze eigenlijk zijn. Of in petto hebben. Over tubes gesproken. Ik kreeg een artikel doorgestuurd dat de mannen van Dugast in Nederland... Ja. Dat die verhuizen naar Thailand. Dat is. Die zijn de mof af. Ja, en dat was normaal gezien niet de bedoeling, neem ik aan. Richard Nieuwenhuis had dat verkocht aan Victoria. En na 2 jaar beginnen die zelf met een lijn. Ze zijn aan het hamsteren geslagen, dus de meesten die dat belletje horen rinkelen hebben, die zijn onmiddellijk in actie gekomen en die hebben zoveel mogelijk besteld en opgekocht langs alle kanten. Ik weet dat Richard Nieuwa is de man die dat ze gemaakt heeft. Dus en die gaat zelfs niet mee verhuizen naar het buitenland. Dus dat is een heel, heel apart verhaal. Maar Joris Nieuwenhuis die heeft bij DSM blijkbaar nog een ferme schatkist gevonden. Oh. Dus een pak, een fortuin aan tubus. Lekker man. Ja. Die kan misschien op de zwarte markt gaan. Die kan de komende jaren ertegen. Ja. Maar zo'n mannen als van de grote ploegen, die verras je niet. Die hebben een stok. Pietersen draait de laatste rechte lijn in. Eerste overwinning van het seizoen. De lange droogte, de lange leegte is gedaan. Podiumplaatsen, daar grossierden ze in. Maar een nummer 1, dat zat er nog niet in. En dan toch wel in Gaveren zeker. Voor de ogen van 15.000 man. Schikke dingen. Sterke benen. Puk Pietersen. Schreeuw het uit. Je hebt het verdiend. En de Vlaamse leeuw is er ook nog bij. Die krijgt er gratis bovenop. Na 55 minuten cross. Dat er moeten voor werken. Dat was nog eens een overwinning vieren. Richard Groenendaal is getuige hier. Mooi Puk. De man die het hier technisch mee in de gaten houdt voor de UCI in deze wedstrijd. Ja, hij vervangt Beat Wabel vandaag. Deze van Empel had kunnen winnen. Enfin, nee, had niet kunnen winnen, want daarvoor was het in Gaveren te wispelturig. Maar had de benen om te winnen. En die analyse zal ze zelf ook wel gemaakt hebben. De rollen zijn even omgedraaid. Nou, proficiat. En Alvarado maakt het Nederlandse podium alweer compleet. Op 3/4 minuut. Uiteindelijk relatief veel moe gestreden. Veel moeten prijzen. Ja, uiteindelijk, als je die analyseert, dan heeft hij heel veel moeite gestoken om proberen Puk Pietersen te volgen. En dat is misschien dan, heeft dat misschien zelfs die tweede plaats gekost.
Het is wachten op brand. Alvarado die natuurlijk in het wereldbekerklassement een deftige zaak doet. De eerste achtervolgster is Lucinda Brand, die eindigt achter haar. Bakker eindigt zeer ver. Van der Heijden eindigt verderop. Dus geen enkel probleem. Pietersen was als winnares nummer 6 in de wereldbekerstand. Die gaat een beetje dichterbij komen, maar stond op meer dan 110 punten, bijna 120 punten zelfs. Brandt is binnen. Wat de vorige wedstrijden lukte voor Brandt, lukt vandaag niet. Hij heeft nooit echt kunnen meedoen voor een podiumplaats. Wat zal maar gebeuren, hè? Enfin, tijdje met Van Empel meegereden, maar je zag wel dat ze de mindere was. Ja, die is er helemaal bovenop en dat doet wat met een dikke koers binnenhalen. Dan is het allemaal vergeten wat dat daar de vorige weken overkomen is. Ja, en pas op, het WK is maar binnen een maand meer. Ah ja. Dat komt al dichtbij, hè? Ja, voilà. Dat klopt als een bus. En je weet maar nooit wat je daar gaat krijgen. Onder de wielen bedoel ik dan. Ja, ijs, sneeuw. Ik heb gezien op die foto's van de parcoursbouwer in Tabor. Was het een ander verhaal kunnen geweest zijn? Mag zet 6 uiteindelijk vast nog over haar zien komen in de tweede wedstrijd, helft. Ook een groeiende Blanca Vas. Kenyon. Sterk. Ja. Casasola, die was op een bepaald moment 17e, 18e denk ik. Die gaat 7e worden. Die heeft een ferme inhaalwedstrijd gereden. Ook waarschijnlijk weer een verhaal te vertellen. Van alles meegemaakt in de achtergrond. Van der Heijden. Niet meteen haar parcours. Maar dan toch nog top 10. Netjes. Mede door de ongelukkige Betsema die daar in de verte nog een sprintje trekt. En er één of twee plaatsen nog heeft moeten bij inschieten. Door dat materiaaleuvel. Ziek teruggekomen van stage. Toch aan de beterhand nu. En nummer 10 is Bakker, de winnares van Val di Sole. En dan is het wachten op Norbert Ribeiro, die is nog wat gaan opschuiven. Hier is onze landgenote die misschien toch wel een beetje met de poepers gekeken heeft naar wat Verdonschot aan het doen is, zijn kant aan het doen is. Ja, ja, ja. En dan zelf op een slecht moment ziek geworden, of op een juist moment ziek geworden. Maar nu ja, word je dan toch wel voor de leeuwen gegooid, de leeuwinnen. Ja. Want dan voel je dat er gekoerst wordt. De Schreiber traditioneel dus na een kanonstart richting top 10, top 15. Clozel, Fouquenet, dat zijn de Françaises. En eens kijken met hoeveel we nog in de wedstrijd zaten ongeveer. Ja. Ik denk dat er nog, als we het rood mogen geloven, nog een dertigtal zijn. Dus de helft hebben we niet overgehouden. Ik weet niet of Kim van der Steenen deze wedstrijd zal mogen uitrijden als dertigste. Maar ik denk dat die wel aan de slotronde begonnen zijn. Ja, in de diepte zien we ook nog een Holmgren, Ava Holmgren. Dus, zeer jong nog. Ja, heel jong. Wereldkampioen bij de junioren. Ja. In Overijden. 20ste positie. De zusjes Holmgren uit Canada.
De wereldbekerstand, die gaan we even updaten en eens kijken welke bonus Alvarado ondertussen al bij elkaar gefietst heeft. Alvarado heeft nu 282 punten. Dat zijn er 71 meer dan Brandt. Dat zijn bijna twee wedstrijden en er zijn er maar vier meer. We hebben nog de wereldbeker in. Komt nu richting aankomstlijn met die applaus. Casablanca Bas. Goedemiddag, congratulations. Blanca, Casablanca Bas in het aantal kastenkampioenen. Met wat handshakes voor het publiek hier. Zijn de laatste metertjes voor de streep. En dan, dames en heren, een speciale applaus voor de dame die nu gaat komen. Want zij is vandaag de beste. Nu 23 wedstrijden in die lieve stad. Dat er al wat sneeuw lag. Dus als die lijn zich zou doortrekken, een sneeuwparcours kan altijd. De best uit de 23, Riley, en de 23, en de dan gaat ons zevende, Sarah Kassas. Het is je eerste zege dit seizoen en meteen een grote zege in Gaver. Wat betekent het voor je? Ja, natuurlijk super blij dat ik weer gewonnen heb. Vorige week voelde ik me al goed, maar toen zat ik er net niet bij, ook door wat foutjes van mezelf. En dan om nu vanaf de start op kop te zitten is natuurlijk wel heel speciaal. Hier in het begin twee schuivertjes, maar niet gepanikeerd? Nee, eigenlijk niet. Ja, meestal als het voor mij goed is, dan val ik één of twee keer in de eerste ronde. Daar grap ik ook wel eens over tegen Celine en zo, dat ik weer om onderuit ga. Maar gelukkig maakt dat voor nu niet heel veel uit. Voor hetzelfde geld had je natuurlijk je fiets kapot gevallen. Dus het beste is gewoon om op de fiets te blijven zitten. Maar ja, ik heb wel de risico's opgezocht. En jij bent degene die de reeks gestopt heeft, de reeks van Van Empel. Doet dat je iets? Ja, tuurlijk. Iemand moest het doen, zeg maar. Of, ja, iedereen wilde het doen natuurlijk. Dus ja, jammer voor Fem, maar leuk voor mij natuurlijk. En heel veel vertrouwen voor de rest van deze drukke periode. Ja, tuurlijk. Het is steeds tegen me gezegd dat het in de kerstperiode wel goed zou zitten. En dan ja, is het natuurlijk top dat dat dan ook daadwerkelijk zo is. Want anders begin je natuurlijk wel aan jezelf te twijfelen. Geniet ervan. Dankjewel. Mempel, ja, na 11 zegens is het een tweede plaats. Ben je daar heel teleurgesteld over of denk je, tja, het kan wel eens gebeuren? Vandaag was ik gewoon eentje sterker. Ik merkte gewoon dat ik niet echt diep kon gaan. Ik weet niet precies hoe het komt, maar ja... Puk was vandaag gewoon echt supersterk, dus ze verdient het deze overwinning. We hadden een beetje het gevoel in het begin, in de eerste paar rondes, het draait vierkant. Waar lag dat aan? Ja, het draaide inderdaad vierkant. Geen idee hoe het komt. Niel, niet per se iets anders gedaan of zo. Dus ik verbaasde me nog hoe sterk ik terugkwam. Ze is een beetje ontevreden, een beetje tevreden. Dus, maar dat was er vandaag gewoon niet sterker. Die afdaling, daar leek je het ook wel telkens moeilijk mee te hebben. Ja, zeker. Ik miste een beetje de controle of zo in die afdaling. Bij de verkenning was ik gevallen. En ik wilde gewoon echt niet dat mijn knie weer bezeerd raakte. Dus ik denk dat ik gewoon op 7 daar naar beneden reed. Je vader zei ook nog in het begin van de race, het is misschien goed dat ze dit eens meemaakt. Dat het niet altijd vooraan rijden, maar ook leren terugknokken. Neem je dat mee? Is dat inderdaad iets dat je leert uit de races vandaag? Zeker. Als het altijd vanzelf zou gaan, dan zou er ook iets mis zijn. Ik heb wel gewoon gestreden tot het einde, dus ik denk dat het positief is van deze dag. Dankjewel. Ja, Celine Alvarado, eventjes leek je mee te gaan strijden voor die overwinning, maar uiteindelijk is het een derde plaats geworden. Misschien niet zoveel energie verbruikt in die race in het begin? Ja, ik denk het. Puk was vandaag wel heel sterk en ik heb wel geprobeerd om mee te gaan. Ik voelde me op zich wel oké en uiteindelijk moest ik passen. En ik denk misschien ergens een beetje toch wel over mijn toer gegaan en even een ronde moeten bekomen. En Fem die kwam ook wel sterk terug en ik probeerde nog wel bij te houden, maar door vermoeidheid ook wel wat fouten gemaakt en het was gewoon op tegen het einde. Welk gevoel krijg je dan als Van Empel daar dan toch nog overkomt? Ja, dat is natuurlijk balen, hè. Ik had wel gehoopt dat ik de tweede plaats binnen zou halen. Maar wat ik zeg, ja, het was gewoon op. En ik heb gewoon gestreden voor wat ik waard was vandaag. En Fem was tegen het einde toch iets sterker dan mij. Kijk, derde plaats. Hè. Heel zwaar zeg je, het was op, ik ben op. Hoe recupereer je dan in zo'n drukke periode van een race als dit?
Ja, ik hoop toch wel goed. We zullen zien wat het morgen geeft. Hè. Ik hoop gewoon dat ik straks gewoon voldoende kan herstellen. Goed eten, goed slapen. En dan, Ik geloof dat vader nog altijd niet te veel... Nee. Stilletjes. Ja. Ja. Oké, dit pakken we snel nog even mee, dit podium. Want ik heb begrepen dat Tess Elst niemand minder dan de grote UCI-man Peter van den Abele bij zich heeft. En dan ben ik wel benieuwd of hij wat gaat lossen voor de toekomst. Is daar al duidelijkheid over? Is er al gesproken met de Flanders Classics en met de mensen van Golazzo over dat thema waar toch wel heel veel over te doen was? We denken terug aan die uitspraak van David Lapartien. Als je de wereldbeker niet rijdt, dan heb je niks op een WK te zoeken. Is men daarmee aan de slag gegaan? Gaat men die lijn echt zo hard doortrekken? We hebben Van der Poel daarover bezig gehoord. Die zei, ja, voor ons moeten ze het seizoen niet aanpassen. Wij moeten ons maar aanpassen aan het seizoen. Enzovoort enzoverder. Dus niet of Tess daar wat kan losweken. Of houdt de witte, want zo wordt hij genoemd natuurlijk, de lippen op elkaar. In ieder geval, Alvarado toch alweer tot in de puntjes. Piekfijn uitgedost. Ik denk dat hij kan toveren. Vooral met haar haar. De krulletjes zijn er niet bij vandaag. Dat gebeurt met een stijltang, Paul. Ah, ja, ja. Daar ben ik helemaal uit. Ja. Ja, ik weet niet of jij dat ooit nodig hebt gehad. Ik denk het niet. Ik ook niet alleszins. Maar ja, dat is, je weet wel, hè, met zo'n warme tang en dan alle krulletjes eruit trekken. Maar goed, laten we het ons over sport houden. We zijn zelf geen grote specialisten in deze materie. Van Empel, rustig ingetogen. Zelfs bij een overwinning is dat zelden zo uitbundig als Pietersen. Maar dat komt natuurlijk omdat je het net iets meer meemaakt dan Pietersen. We hebben Alvarado ook al zeer emotioneel gezien bij een overwinning. Van Empel. Een tweede plaats dus na 11 overwinningen gestuit. En Vos zal nog een jaartje safe zijn. Wat haar record betreft. Is Pietersen. En die doet dan... Of veegt de nul weg, de nul van de tabellen. En ondertussen zijn de mannen allemaal begonnen aan hun laatste finale opwarming. Onder een zonnetje. Ja, beter kan je de omstandigheden van cross niet creëren. Namelijk veel regen de voorbije dagen. Vettig parcours, ja, maar toch lekker om naar te komen kijken. Dat is het, dat is het. Dus daar houden vooral de mensen van, maar ook het, de renners in kwesties. Hè. Dus denk maar niet dat ze de neus gaan ophalen, vergeet het, maar ze zullen er zich instorten en ze gaan strijden op het allerhoogste niveau. Met duizenden dus. En dat zal de komende dagen niet anders worden. We houden ons hart al vast voor Diegem, want dat gaat geven Matthäus Wilhelmus. De kans dat we dit lied in elke wereldbeker nog zullen horen dit seizoen is 99,9% of moeten we gewoon durven zeggen 100%. Ik zie dat... Want er mag altijd eens eentje wegvallen, hè. Ze hebben nog iemand anders die het...